Yo, kijkers van Wijzeker, welkom bij een nieuwe video van The Lord of the Rings. We zijn er vandaag met een nieuwe update video van de 35ste versie die uitgekomen is van The Lord of the Rings. Mijn gezichtje is vrij donker, zoals jullie kunnen zien, dus we gaan gelijk in F5. En kijk, hallo meneer de Hobbit. Het ziet er leuk uit vandaag. Goed, we hebben vandaag dus een nieuwe update gekregen. Of in ieder geval, dit is nou een tijdje terug, volgens mij een week of 2, 3. In ieder geval voordat ik op vakantie ging, dus het is een hele late versie van deze update video. Maar misschien zit jij nu op je computer en dan denk je... Leon, wat is er allemaal nieuw in deze nieuwe update, zoals jij beweert? Nou, het is best wel een grote update. En zoals je kunt zien, ik heb hier al wat dingen om me heen geplaatst. En holy shit, jongens, wat is er toch lekker zo met shaders? Moet je nagaan, hè? Ik zit hier gewoon, moet je even kijken, F3. Ik zit hier gewoon met Zeus shaders op 1.7.10. En ik heb gewoon 70 fps. Dus het is gewoon een volledige 60 fps video voor jou op je beeldscherm. Maar goed, we gaan er niet omheen draaien. We gaan hier nu gelijk beginnen met de allereerste update. We hebben hier een bord en er staat hier gameplay updates. En je ziet de menu interface. Wat doe jij dan om daarin te komen? Je gaat op L drukken en je ziet dus zeg maar een menu. Misschien heb je in de vorige aflevering al gezien dat dit er is. Maar in plaats van dat je continu opzij moet gaan scrollen om bijvoorbeeld van de map naar de achievements, naar de factions te gaan. Wat is dit eigenlijk? Vraag ik. Het werkt niet. Komt nog in ieder geval, denk ik dan. En de shields, titles, fellowships en options. In ieder geval, nu kan je dus gewoon in één keer selecteren wat je wil. En dan ben je er. En dat is heel fijn. Is dat eigenlijk een menu interface. Dus dan gaan wij even opzij. En dan zie je dat hammer en meesters zijn minder sterk. Deze zijn wat verminderd in kracht, want deze waren best wel OP. En om het een beetje te compenseren met de rest van de items, hebben ze die dingen dus wat minder sterk gemaakt. Hieronder zie je titles ook voor vrouwen. Dus mocht jij een vrouwelijke benaming hebben, dan kan je dus hier naartoe gaan. En dan heb je, als het goed is, dat ze er ook vrouwelijke dingen bij. Even kijken, waar staat mijn ding? Neil Harad? Staat er geen Raider? Ik weet niet. Harad, allemaal Harad. Oh hier, Corsair. Huppa. En dan kunnen we ook nog een kleurtje geven. Nou, dan maken we mooi rood. Selected. Nou, maar in ieder geval, het is dus ook voor vrouwen precies hoe je het doet. Ik weet het niet, want ja, ik ben geen vrouw. Misschien was je dat nog niet opgevallen. Maar, oké, ik ben geen vrouw. Ik heb wel een roze shirtje aan. Ja, boeien. Oké, dan hebben we hier dus de Black Uruk Fortress. Of hoe ik het moet zeggen, ik weet het niet. Maar de Black Uruk Fortress is nieuw in Mordor, daar kan je naartoe gaan. Ik heb hier geen voorbeeld, want ik wil hier eventueel later nog terugkomen. Dus om nou hier een heel gebouw neer te gaan zetten, dat heeft gewoon geen zin. Maar die kan je dus vinden in, heel mooi in Mordor. En dan kom je deze Chappie tegen, hallo! En dan kan je dus zeg maar, I'm not selling any Uruks to you until you kill some more filthy enemies. Nou, ik dacht het dus even niet, dus we doen even alignment, set, Mordor. Even 1500. En dan kan je dus gewoon zien. Oké, kunnen we gewoon hiren. Nou, als je hebt dus gepledged, dan kan je dus gewoon deze gasten, kan je dus allemaal mee gaan nemen. Maar je kan in ieder geval deze shidderen halen. Black Uruks en Olex. Dus ze zijn wel vrij sterke lui. Ik zet hem gelijk even weer naar 0. Helaas, voor de achievement heb ik dan niet legit gehaald. Maar maakt niet uit. Deze grap, moet je naartoe gaan, kan jij Black Uruks gaan halen. En dat kan dus. Jawel. Dat kan in de Black Uruk Fortress. De Warg/Spider-Pits zijn nieuwe builds, want die zijn een beetje outdated. Dat is al echt al iets van een paar updates gewoon niet geüpdate. Dus vandaag dat ze dus eigenlijk denken van nou, laten we maar gaan updaten. Nou goed, dan hebben we de Alignment Update. En dat is zeg maar een beetje de grootste update die er is in deze update. En waarom? Nou, als je dus zeg maar hier naartoe gaat, je gaat naar L, dan ga je naar je menu. Dan ga je naar Factions, dan kan je dus pledgen. Die pledges die zorgen ervoor dat jij meerdere titels krijgt en goedkopere units kan scoren bij de faction die je het meeste lief hebt. Dus stel, ik zit bij Harad, ik heb me daar gepledged, dan zie je dat mijn alignment best wel hoog is. Je ziet de enemies die geslain zijn, maar ik ben pledged. Je kan die pledge breken, dat kunnen wij doen, gaan wij niet doen. Waarom niet? Omdat je dan echt gewoon keihard al je alignment in moet leveren. Heeft niemand zin in, dus dat gaan we ook niet doen. Maar in ieder geval, je kan de splash en dat geeft dus extra voordelen. Dat is eigenlijk altijd wel handig, denk ik dan. Maar goed, dan hebben wij hier, dit is een leuk item, de Hardy Unnamed. Wat? Even zien. Hardy Unnamed Branding Iron. Je kan er ook mee slaan, zo te zien. Maar wat het doet, is zeg maar, als je rechter muisknop kan je hier dus neerzetten, Erik. En dan doe je dus Don. Dan zie je, als het goed is, dat die Erik kan plaatsen. Dan kunnen we volgens mij, kunnen we dat doen? Ik weet niet precies hoe het werkt. Maar in ieder geval, volgens mij lijkt het me dat je met dit ding
dieren en zo kan branden. Laten we eens proberen. We gaan even een cow erbij halen. Hallo meneer, cow, cow. Zo. Huppa, werkt dit? Nee, het werkt niet. Oké, ik weet niet hoe het werkt. Sorry jongens. Moet jullie even zelf uit gaan zoeken. Maar je kan in ieder geval dit ding doen. Dat is wel lachen. Grappig, grappig, grappig jongens. Grappig. Dan heb ik hier nog wat, wat eitjes in mijn inventory. En die eitjes die zijn er ook heel leuk bij. We zien deze chappie. Maar we hebben hier ook de Grey Wanderer. Dus het, eigenlijk is er een soort van introductiequest toegevoegd. En dan zie je dus deze grap. Hallo, dit is de Grey Wanderer. It is not our part to master the tides of the world. Deze gast geeft je dus zeg maar een soort van introductiequest. Daar moet je dus wat dingetjes voor gaan doen. Menu openen en zo. Dat gaat hij allemaal uitleggen. Maar ja, dit is dus onze Gandalf de grote man. Ik vind hem nog best wel groot zo met hoedje. Maar het is Gandalf de Grey. Welkom Gandalf. Welkom in de Shire. Zoals jullie kunnen zien hier op de map. Zit ik. Waar is de map? Map. Zit ik hier. In. Net boven Overhill. Lekker. Mooie plek. Maar goed, daar zijn we dus. Dan hebben we hier ook nog wat buildblokken. Want ja, wat is nou een update zonder nieuwe buildblocks? We hebben hier de Snowy Angmar Brick. En dit is zeg maar een soort van brick, zoals je het kent van Angmar. Ik pak het even bij. Angmar. Angmar Brick. Kijk. Voilà. Maar dan met sneeuw er doorheen. Want ja, Angmar is zeg maar een beetje een landscape waar heel veel sneeuw is. Dus ik kan het net wat mooier wegwerken met al het sneeuw erin. Dus die kan weg. Dan hebben wij voor onze andere hoofdzakelijke builders. En ik denk dat Dennis en ik hier heel blij mee kunnen zijn. Want wij bouwen graag met Arnor Brick. Dan kan je dus zeg maar hierop klikken. En dan zie je het al wel. Arnor Pillars. Pillars zijn toegevoegd. En je hebt ook de Cracked Arnor Pillars. Want ja, Arnor is natuurlijk voor ruïnes bedoeld. Maar deze zijn wel heel erg handig. Want wij misten dat. Of in ieder geval ik miste dat in het bouwen met Arnor Bricks. Toen wij begonnen met de Rivendell Let's Build. Miste dit wel. En nu zijn ze er. Dus wie weet. Ooit nog een keer een nieuwe variant van de Rivendell Let's Build met Roughness. Spreek hem aan. Zorg ervoor dat dit gebeurt. Want ik wil een Let's Build doen met Rivendell. Van met mijn boy. Dennis. Ik heb er zin in. Laten we doen. Oké, dan hebben we hier. Kijk, je ziet het al, die hobbit klimt erin. We hebben hier een ork chain. Wat je doet, je kan deze wegslaan, valt alles weg. Maar je kan dus zeg maar alles zo, hoppakee, naar beneden maken. En dan kan je er gewoon inklimmen zo. Hey, lekker klimmen naar boven, naar beneden. We hebben hier dus gewoon change. En dat is dus ook een heel leuk decoratief item. Want dat was dan niet zo. Dus deze gooien we even allemaal weg. Zo, lege inventory. Dan hebben we hier de Gulodril Mordor Brick. En dat viel nooit echt op in je bar. En dan zie je het wel, als je heel goed kijkt... Dan zie je dat het een beetje opgloeit in je hotbar. Dus dan kan je dat ook duidelijk terugvinden. Jawel, en dan hebben wij een nieuwe boom. Oh, mijn sapling is weg. Kut, sorry. Waar is die? Dit is de Kanuka. Kanuka. Oké, hier heb je hem wel. Dit is de nieuwe boom die is toegevoegd. Het brengt ook nieuw hout. Kanuka Wood. Hier zie je het wel. Dit is zeg maar de... Wow, ik zie gewoon dat de shaders zo fel zijn... Heb je een soort van nieuw grijs hout. En er komt een soort van beige kleurig plank idee uit. Is wel een leuke kleur. Je kan het een beetje matchen met deelstijl. Maar ook met de Dorwinian stijl. Dat zijn een beetje ook dezelfde kleuren. Deel is wat meer oranje. Maar in mijn beleving vind ik dat wel mooi met oranje. Okay? Dan hebben we nog Barren Jungle Mud. We hebben modder. Dus je kan al lekker zo. Ik weet niet of dat trouwens vertraagt. Werkt dat zo? Ik weet het niet. Volgens mij niet. Nee, het is gewoon puur decoratief. Dat is wel handig. Dat is nice. Leuk dat dat is toegevoegd. Gaan we dit weer allemaal verwijderen. Zo. En dan zie je hier dus een armor setje. En dan denk je, hè? Nieuwe armor? Is het een nieuwe faction? Nee, dit is geen nieuwe faction. Ik kan het even laten zien. Dit is zeg maar een Dorwinian plate. Dat heeft een nieuwe retexturing gekregen, zoals je dat kan zien. Dus dat is net wat meer veranderd en wat meer stylish. Ik vind het wel leuk. Het zag er wel leuk uit. Ik zet het er gelijk weer even op. Kunnen jullie het even aanschouwen? Zo, wow, wat mooi. Het is meer een leren pakje met wat pers. Mooi pers erdoorheen. Wat lachen, jongens. Dan hebben wij hier... Jawel, we hebben een nieuwe update gekregen aan de Morweth Brick. Dat moest een nieuwe texture krijgen, want het zag er een beetje te plain uit, volgens mij. Maar dat heeft ook een nieuwe texture. Dus mocht jij helemaal... huppakee, L menu pakken en dan helemaal uitzoomen... En je mag hier naar het zuiden gaan. En je, maar volgens mij is het de Great Grassland waar je dat kan vinden. Ik weet het niet zeker. Correct me if I'm wrong. Maar in ieder geval, daar kan je het dus vinden. Het is wel een leuk blokje. Het ziet er heel spontaan en mooi oranje uit. Kijk, ik denk dat dit toch wel wat beter past bij de deelbricks. Maar het is een unieke blok. En dan als één na laatste hebben we hier de Table of Command. En dat heeft dus zeg maar een beetje te maken met die alignment.
Ik kan het nou niet laten zien, maar op de termijn, naarmate jij met je faction groeit, kan je dus zeg maar de regions gaan veroveren. En dan zie je dus zeg maar op bepaalde punten zie je dus rode vakjes ontstaan. En naarmate, ja, hier kan je het nog niet echt zien, maar zeg maar deze balk moet dus zeg maar een beetje op gaan groeien. En dan kan je dus zeg maar bepaalde sieges gaan doen om die areas en die regions dus gewoon te gaan conqueren. Dat zie je wel. Je hebt hier de, bepaalde plekken waar je gewoon naartoe kan gaan. Dus dat is wel leuk en je kan het voor elke faction doen, maar als je niet gepledged bent, dan werkt het niet. You are pledged to Nirharad, so you can view their conquest. And the conquest of their allies, enemies and mortal enemies. To see neutral and friendly faction conquest, you must reach the rank of the Southern Champion. Plus 500 alignment. En ja, dan kan je dus verder kijken. Harad, Westlands Rune, je kan dus hier ook inskippen. Maar dit is dus nieuw. En dan hebben we als laatste de nieuwe update aan de Balrog. De Balrog is een beetje geretextured en verbeterd. Ik denk dat dit mijn hele shaders kan gaan fuck-uppen. Omdat als je de Balrog spant, dan komt er in één keer een hele rode dimensie om je heen. Dus laten we doen. Dus 3, 2, 1, let's go. Oh, blijkbaar niet. Maar kijk deze motherfucker. Hij heeft toch wel even nieuwe wings gekregen. Ziet er wel vet uit. Hallo meneer Balrog. Oh fuck, hij wordt boos op me. En hij wil met me vechten. Nou, ik dacht het dus even niet. Hier, ik pak eventjes mijn scimitar. Scimitar. Kijk eens meneer Balrog. Beam. Krijg een klapje van mij, jongen. Recht op de baks. Oh, hij zit hier voor de fik. En volgens mij heb ik Fire Spread niet uitstaan. Fuck. Oké, spijt me. Nee. Ah, niet doen. Oh, fuck. Ah, er zit hier alles in de fik. Godverdomme. Alles staat in de fik hier. Jongens, dat moet je niet hebben. Mocht je dus een nieuwe update willen doen, kijk dan even in de laatste video die ik heb gepost. Er staat een hele mooie tutorial in hoe jij dus de Lord of the Rings mod kan gaan downloaden. En wellicht vecht jij straks tegen deze oranje grote rode rakker. En versla hem. Maak hem af. En bekijk de update. Dus vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk op Watch Jagger voor meer van deze update video's. En laat natuurlijk in de reacties achter wat jij van de Lord of the Rings mod vindt. En of je mijn tutorial heel erg goed vond. En dat je nu lekker kan spelen. Oké, de Hobbit Sherpers komen me beschermen. Ze gaan vechten tegen de Balrog. Order! Jongens, wat is het? Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.